Goedemiddag, hartelijk welkom weer bij Parkson TV. Vandaag gaan we het hebben over de onzichtbare aspecten van Parkson, namelijk cognitie. Problemen met cognitie. En alhoewel die onzichtbaar zijn, is toch heel vaak een hele grote impact. Misschien soms nog wel meer dan de zichtbare aspecten van Parkson. Dus daarom willen we daar graag over doorpraten. En dat doe ik met drie gasten vandaag in de studio. Lucille Doorsteyn. Parkinson-neuroloog in het MST in Twente. Jij ziet veel mensen met Parkinson. Ja. Kun je daar iets over zeggen? Ja. Dagelijks? Of, ja, zeker. Ja, ik werk elke dag in het ziekenhuis. En mijn aandachtsgebied is inderdaad bewegingsstoornissen, ziekte van Parkinson. En ik denk dat ik dagelijks mensen met ziekte van Parkinson zie. En bijna iedereen heeft wel last van, in meer of mindere mate, van cognitieve problemen. Dus ja. Heel erg belangrijk dat daar vandaag aandacht aan wordt besteed. Ja. Mooi. Nou, fijn dat je er bent. Ja, dankjewel. Mark Bontjer, jij hebt zelf Parkinson. Jazeker. Al 5 jaar, begreep ik. 6 jaar alweer bijna. 6 jaar, ja. Vijfste geconstateerd en ben ik bijna 56. Dus. En ik heb problemen met het denken. Ja, dus jij ervaart ook zelf problemen met cognitie. Ja, ik loop tegen altijd het probleem aan. Ja. Welkom, wij gaan er zo over doorpraten. Prima. En Ingrid Sturkenboom, je bent ergtherapeut en ook zeg maar specialist op het gebied van Parkinson. Ook specialist op het gebied van cognitie? Zeker, het is zeker een aandachtsgebied voor mij. Ik ben ook onderzoeker en juist dat stuk van cognitie en de invloed daarvan eigenlijk op het dagelijks leven. Want dat is waar ergotherapeuten zich op richten, echt op die dagelijkse activiteiten. Dat mensen kunnen doen wat ze graag willen doen. En cognitie heeft daar wel een grote invloed op. En het is heel belangrijk dat daar op een goede manier rekening mee wordt gehouden in de behandeling. Dus dat is... Nou, ook welkom. Dank je. U kunt zelf ook weer meedoen door te chatten. Dat is een nieuwe functie die we hebben met Parkinson TV. U kunt dan direct uw vraag stellen en dan proberen we die straks te beantwoorden. Misschien moeten we eerst beginnen met wat is nou eigenlijk cognitie? Want het is, nou ja, iedereen heeft misschien wel een beetje een beeld bij wat cognitie is, maar kun jij daar iets over zeggen, Lucille? Ja, het is best wel een heel complex begrip, cognitie. Ja. En misschien kan ik het beste uitleggen dat cognitie is eigenlijk je hele denkvermogen. En dat denkvermogen dat de meeste mensen denken dan met name aan het herinneren. Maar het bestaat uit veel meer dan dat. Bijvoorbeeld hoe jij je in de ruimte begeeft. En bij Parkinson is een van de belangrijkste denktaken is eigenlijk je executieve functie. Mm-hmm. Dat is het plannen, het organiseren, het hanteren van dubbeltaken. Maar ook je taal is cognitie. Hoe snel en hoe jij informatie verwerkt is cognitie. Dus eigenlijk omvat het heel veel aspecten van taken die wij de hele dag doen. Zoals wij nu met elkaar praten is ook cognitie. Want ik luister naar jouw vraag, ik vertaal hem in mijn brein en ik geef antwoord op jou. Ja. En ondertussen zijn we bezig met allerlei prikkels die binnenkomen. Dus dat is eigenlijk ons denkvermogen. Dat is het hele concept van cognitie. Ja, want denkvermogen dat zit gewoon in heel veel... zeg maar dagelijks handelen, zeg maar. Kun je daar, want je bent als ergotherapeut heel erg met het dagelijks handelen bezig. Hoe is dat, zeg maar? Waar heb je dan cognitie voor nodig? Nou, zodra je iets eigenlijk gaat doen, hè, dus ik noem maar dat je 's ochtends opstaat en al eigenlijk herinnert wat je gaat doen, dat je daar ook actie toe onderneemt om daarmee te starten. Daarnaast kom je allerlei... ja, toch onverwachte dingetjes tegen in je activiteiten, waarbij net even ietsje anders is. En dan heel snel, in je normale cognitie, schakel je dan heel snel van, oké, dan moet ik het net even zo doen. Nou, daar heb je het over nodig, maar gewoon al het uitvoeren van alle activiteiten, je brein moet een plan hebben. En dat plan, hè, om dat plan te maken, eigenlijk om te bewegen, om dingen te doen, daar zit allemaal cognitie achter. Ja, dus eigenlijk zeg je van, je bent gewoon continu... Met je hoofd bezig om dingen te bedenken, ook al ben je dat niet bewust. En ook als je iets uitvoert, als je koffie zet of als je iets doet, dan
is je hoofd heel druk bezig met het organiseren daarvan. Ja. En dat is cognitie. Zeker. Ja. En wat je trouwens ook ziet bij Parkinson, omdat het bewegen zeg maar wat minder automatisch gaat, is dat je ook veel meer beroep doet op dat je daar bewust aandacht aan moet besteden. Dus er wordt ook veel meer beroep gedaan nog op dat extra beroep gedaan op je cognitie. Op het moment dat je ook al een hele motorische taak uitvoert eigenlijk, die je heel routinematig eigenlijk zou kunnen uitvoeren. Dan heb je ook al meer cognitie bij nodig. Ja, want Mark, je hebt 6 jaar Parkinson. Ja. Hoe is dat bij jou ontstaan? Wanneer heb je dat ontdekt? 6 jaar geleden. Ik zat veel in het buitenland, ik zat veel onderweg in de auto. En de had ik last van mijn rechterbeen kramp. Daar begon een tijdje mee. Dus ja. Ik had moeite met mijn voet op het gaspedaal te houden. Dus dan ga je met de cruise control rijden. En mijn vrouw zei van nou, misschien is het goed naar de dokter te gaan. En ik had ook op een gegeven moment kramp s'nachts in bed. En toen zei de dokter, het zou misschien een hernia kunnen zijn. Of een hernia. Dat ik veel in het buitenland zat, dat was het in ieder geval niet. Ik heb naar de ziekte van Lyme is gekeken, ja. De tropische ziekte. Tot op een gegeven moment ben ik toch wat rigiditeit in mijn armen ontdekte. En men dacht aan de ziekte van Parkinson. En met een DAT-scan is dat uitgesloten. En ik moet zeggen, ik schrok er behoorlijk van. Want ik dacht dat overkomt alleen maar oudere mensen. Ja. Vervolgens ben ik mij in de ziekte gaan verdiepen en ik schrok over de herkenning. Van de keer waar ik allemaal tegenaan liep. En dat zijn toch wel klachten die ook van cognitieve aard waren. Ja, want hoe merkte je dan dat je ook cognitieve klachten had? Wat waren dat voor klachten? Ja, of problemen? Toch ook wel concentratieproblemen op dat moment. Ja. Al direct vanaf het begin? Of, ja, maar met name misschien in vergaderingen had ik wel af en toe dat ik iets miste op een gegeven moment. Dat je het politieke gevoel. Wat je hebt, dat er dan speelt, dat de vergadering niet zo liep als jij had gehoopt eigenlijk. Dan had ik het gevoel van, ik mis er iets. Ik heb iets essentieels gemist. Ja. Maar op zichzelf wist ik dat redelijk te omzeilen, dus dat ging nou wel goed. Tot op een gegeven moment ik ook nog medicatie van Rohypnol begon te slikken. En daar had ik steeds meer klachten bij, dat ik ook heel veel prikkels kreeg van buiten. Als ik in een restaurant zat en de muziek stond aan en werd heel hard gepraat, dan kwam dat bij mij heel erg binnen. En dan was het wel zo dat ik op moest staan en de ruimte moest verlaten om eventjes rustmoment te nemen en weer terug te gaan. Ja, ja dus zegt hij dat er te veel prikkels binnenkwamen, dat je er onrustig van werd. Ja. Ja. En dat zeg maar niet goed kunnen, tenminste niet het idee hebben dat je helemaal goed functioneert in zo'n vergadering, is dat nou iets heel... Heeft dat met cognitie te maken? Zeker, ja. Dat is een hele belangrijke taak van je cognitie, hè? Wat je zegt. Die informatie komt binnen en je verwerkt die prikkels. En hoe meer prikkels er binnenkomen, hoe meer jouw brein moet werken om al die prikkels een plekje te geven. En bij Parkinson, hè, je motoriek wordt strammer. Dan kan dat denken ook wat strammer worden. Je kan vaak nog maar één taak heel goed doen, maar al die multitasken, dat wordt steeds lastiger. Ja. En dat doen wij de hele dag, hè? Tegenwoordig met alle multimedia. En er wordt heel veel van je verwacht. Je moet de hele dag je telefoon bijhouden, je moet je mail bijhouden. En er worden heel veel taken continu van je verwacht als je gewoon werkend bent. Ja, en dat wordt steeds lastiger. En daar, ik denk dat dat iets is wat in het begin van de ziekte nog vaak niet onderkend wordt. En voordat die motorenverschijnselen komen, kunnen Parkinson-patiënten daar al last mee hebben. En soms worden ze ook als burn-out gediagnosticeerd. Ja. En dan blijkt het uiteindelijk een voorbode te zijn. Of een eerste verschijnsel van de ziekte van Parkinson. Ja. Ja. Ik heb er misschien een voorbeeld van, waar ik tegenaan liep op een gegeven moment. Ik heb jarenlang een onderzoeksproject gedaan. Die moest ik presenteren in wat ik normaal doe in het Engels. En ik start de presentatie. En op een gegeven moment stelt iemand een hele eenvoudige vraag. Waar ik gewoon het antwoord op zou moeten weten. En ik heb gewoon een totale blackout. Ik kon gewoon niet op het antwoord komen. Nee. En je voelt je dan op het moment heel erg vervelend op dat moment. Ja. Ik had dat moeten weten, maar ik komt er gewoon niet uit. Ja, je liep letterlijk vast, zeg maar, op dat moment. Ja. Ja. En in de gezinssituatie heb ik dat op een gegeven moment ook gehad. Hè, dat je op een gegeven moment mijn dochter wil helpen met huiswerk. Je weet op een gegeven moment dat het antwoord 4 is. Ik weet dan de weg te vinden op een gegeven moment. Zo heb ik dat gedaan. Maar in het boek staat het anders. Mijn dochter reageert, die wordt wat, geïrriteerd. Dat raakt mij op dat moment gelijk en al die omwegen die ik denk om tot die antwoord 4 te komen, worden bij mij geblokkeerd. Ja, iets wat je voorheen gewoon heel makkelijk oploste, zeg maar. En dat je een andere weg moet bedenken om tot het antwoord te komen, dat ik daar duidelijk kon uitleggen. Ja.
En dan reageer je een stuk geïrriteerd, je wordt wat boos, je wordt zelf wat gefrustreerd. En, en dan blokkeer je vaak alleen maar meer. Blokkeer alleen. Ja. Want wist jij toen jij de diagnose Parkinson kreeg, wist je dat dit er ook bij zou kunnen horen? Nee. Nee, hè? Nee. Dus niemand had je dat ook verteld? Zo want iedereen kent natuurlijk Parkinson, hè, van het trillen of van het een beetje stijf lopen. Ja. Maar dit wist je niet? Nee. Dus ook, en als ik in contact heb met andere collega Parkinson patiënten van die jongen die gediagnosticeerd zijn, dan loopt iedereen toch wel tegen dat soort problemen aan. Ja, dus dat is misschien nog wel belangrijker dan dat trillen. Of tenminste, dat heeft misschien nog wel meer gevolgen voor jou dan dat trillen. Kan ik me voorstellen, of niet? Daarmee, ik moet zeggen, waar ik het meest last van heb, is dat toch wel dat je iets duidelijk wil maken. Ja. En je niet kunt op een manier. Je merkt het op het moment zelf, je begint een klein beetje te hakkelen. Ik pak af de verkeerde woorden. Terwijl ik in mijn hoofd heb het gewoon hartstikke scherp. Ja. Ja, ja. Ja, ik ben zelf in het programmeren en dat soort zaken. En als ik mijn vrouw wil uitleggen wat ik aan het doen ben, dan komt het er gewoon niet lekker uit. Voorheen kon ik makkelijk iets complex heel makkelijk uitleggen. Ja, ja. Dat is vervelend. Ja. Maar waarschijnlijk kan je inhoudelijk de taken nog best wel goed, als je daar de rust en de prikkelarme omgeving voor hebt. Precies. Op het moment dat mij dat overkomt, moet ik eigenlijk tegen mijn gezinssituatie, mijn dochter zeggen, stop. Ja. Choose your battle, dan maar zeggen, kies je strijd. Ja. Ja, als het belangrijk is, kom er later op terug of negeer het op dat moment even. Maar laat je niet raken door de emotie, want dan is de sfeer in huis heel snel verpest. Mijn dochter zei op een gegeven moment, je bent ook altijd boos. Nou, dat probeer ik dan door de zeilen. Ik moet zeggen, Sarah, het is deze week helaas niet gelukt, dus we hebben deze week weer een kleine ruzie gehad. Ja. Maar dat ontploft af en toe zo, dat je dat helemaal niet wil. Ja. En dan raak je zelf een beetje in paniek, want ook de situatie escaleert terwijl je dat helemaal niet had gewild. Dan heb je achteraf wel spijt van, maar het zit gewoon in de Parkinson die daar in je lichaam zit. Ja. En vind je dat wij daar als neurologen onvoldoende aandacht aan besteden? Of ja, hadden we dat bij jou beter moeten doen, beter moeten begeleiden? Ja, ik moet zeggen, ik heb al gesprekken met een neuroloog gehad, dat gaat altijd meestal over het fysieke probleem. Hè? Dus je stijfheid, dat soort zaken. Heb je andere bijkomende klachten, maar dit soort klachten hebben we nooit uitgebreid eigenlijk besproken. Ja. Nee. En ik heb er blijkbaar zeker ook een aantal omwegen in gevonden, dus ik heb het niet direct als probleem ervaren. Maar misschien met wat hulp hadden we misschien nog wat meer handvaten gekregen om daarmee om te gaan. Want merk je dat je dat met anderen misschien ook, dat je meer aandacht geeft aan de buitenkant dan aan de binnenkant? Of? Ja, nou ja, ik probeer dat, omdat ik die valkuil wel ken natuurlijk, niet te doen. Maar het is wel makkelijk, hè. We hebben vaak maar 10 minuten of een kwartiertje. En dan kijk je hoe iemand beweegt. Zeg je, nou, het gaat echt wel goed. Maar het is juist belangrijk om door te vragen. Want wat ik merk bij cognitie, is dat er ook een beetje een taboe aan de andere kant ligt. Als mensen jong zijn, ze doen heel erg hun best om hun baan te behouden. Om alle ballen in de lucht te houden. Dus vaak willen ze er ook niet zo heel erg aan. En dan is het ook denk ik heel erg belangrijk om het gezin, om de partner erbij te betrekken. Want die merken natuurlijk in huis hoe het niet goed gaat. Ja. Want wij zien jullie vaak maar een kwartier en dat een aantal keren per jaar. Maar de partner en het gezin ziet dat continu. En op het werk worden ook dingen soms wel zichtbaar. Ja. Nou, en wat jij zegt, in je relatie met je dochter heeft dat heel veel impact. Hè? Ja. Maar goed, ik ben dat betreft redelijk open over. Ja. Hè, dus we praten er ook over. Ja. En we lachen er ook af en toe wel een keer om. Hè. Ja, ja. En dat moet ook af en toe. En je loopt daar tegen grens aan en dan moet je een keer om lachen. Ook naar vrienden toe, ook naar familie toe, probeer ik daar te zeggen van, ik heb daar last van. Ja. Ja. En dan praten we daar eens over. En dat is inderdaad een gesprek. Het is af en toe een taboe. En dat is de reden dat ik hier zit. Ja. Ja. Ik kom er eigenlijk liever ook niet vooruit dat ik dat soort klachten heb. Ja. 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 Maar ik moet er wel over om te kunnen functioneren, om naar een feestje te kunnen gaan. En moet ik op een gegeven moment zeggen, ja, sorry, ik moet om 10 uur naar huis, want ik moet de rustmoment even nemen. Of ik ga bij mensen boven bed liggen. Ja, dan plaats je jezelf uit de groep. En dat is toch een hele drempel waar je over moet gaan. Terwijl je op dat moment voor je concentratie even beter is om even 10 minuten plat te liggen. Ja. En dan weer terug te gaan op een feestje. Maar dat is toch weer lastig. Zo ga ik Je moet wel daarmee naar buiten gaan. Hè? Ja. Dat, ja.
Ja, nee, heel knap hoor, dat je daar inderdaad open over bent. Ik denk ook dat heel veel mensen, kijk, je wist niet echt dat het erbij hoorde, maar je herkende op een gegeven moment wel die dingetjes. Mm-hmm. Ik denk dat sommige mensen het ook niet zo heel duidelijk kunnen duiden, hè, of niet zozeer herkennen. En ik denk, jij liep daar eigenlijk heel snel tegenaan, omdat je in een hele... in een hele actieve fase van je leven zit, met kinderen thuis, met werk. Maar ik denk, als je denkt aan wat oudere mensen die wat minder, zeg maar, al die prikkels om hen heen hebben, of die verwachtingen hebben dat je heel snel moet schakelen, dat die ook wel veranderingen merken in hun denken, maar dat die daar minder snel ook echt last van hebben en dat ook minder snel zullen benoemen bij, ook actief benoemen bij de neuroloog. Ja. Want die kunnen op een rustige tempo dingen. Maar die lopen er uiteindelijk ook tegenaan. Ja, tuurlijk, ja, zeker. Maar misschien iets later. En dan denken ze vaak ook van, oh, weet je, ik word ook al ouder. En dan wordt het vaak gekoppeld aan het ouder worden. Hè? Maar ik denk dat het heel goed, en dat is denk ik een hele belangrijke boodschap, dat iedereen wel bewust is dat het gewoon wel bij de Parkinson kan horen. En dat je dus ook zelf actief eigenlijk moet benoemen. Ja, en er open over zijn. Dat mensen om je heen begrijpen dat je misschien net iets trager bent in je denken. Of net iets... Ja. En het is heel moeilijk hoor voor mensen, hè, om daar rekening mee te houden op een goede manier. Maar als je het niet vertelt, omdat het ook niet zichtbaar is, dan kun je ook niet. Hè, als je ook zegt van, nou, ik heb hier last van en dit is hoe ik wel op een goede manier daarmee om kan gaan. Dan hebben ze eigenlijk een beetje je handleiding, zeg maar. Hè? Ja, zeker, en dan kunnen ze de voorwaarden helpen scheppen om te kunnen. Goed, dan is het nog moeilijk om voor mensen, je kunt het vertellen. Ja. Dan is het nog moeilijk om te begrijpen hoe ik het ervaar. Nee, tuurlijk. Dat is ook heel lastig. Ja. Maar het helpt je ook gewoon in je sociale contacten. Ja, ja, ja. Dat je op een gegeven moment dat je gewoon nog kunt de markt kunt zijn tegen die je wilt zijn, zal ik maar zeggen. Ja, en nog een grote kwaliteit van leven hebt. Ja. We hebben een collega van jou, Karen Meeske, gevraagd om iets te vertellen. Karen Meeske is gezondheidszorgpsycholoog, ook in het MST, denk ik. En zij heeft iets, ze vertelt iets over de relatie tussen Parkinson en cognitie. Patiënten met de ziekte van Parkinson die hebben vaak problemen die vallen binnen de executieve functies. En dat is eigenlijk een heel breed begrip voor allemaal verschillende functies die er samen voor zorgen dat we doelgericht problemen kunnen oplossen. En voorbeelden van executieve functies zijn bijvoorbeeld het kunnen stellen van doelen, het kunnen plannen, het nemen van initiatief, maar ook het flexibel kunnen schakelen. Dus als de ene oplossingsstrategie niet werkt, dan over kunnen schakelen op een andere. Dat zijn allemaal voorbeelden van executieve functies. Om er goed achter te komen hoe dat bij een bepaalde patiënt zit, doen we vaak een neuropsychologisch onderzoek. Dit zijn allemaal verschillende tests om de cognitieve functies in beeld te brengen. En aan de hand van de uitslag van zo'n onderzoek kunnen we dan heel gericht advies geven aan de patiënt, maar ook aan de partner, over hoe ze daar het beste mee om kunnen gaan. En soms is er naast uitgebreide uitleg, is er ook een intensievere training mogelijk. En dat is dan bijvoorbeeld een training die gericht is op het leren omgaan met tijdsdruk. Voornamelijk het leren voorkomen van tijdsdruk. En een andere vorm van training is bijvoorbeeld het aanleren van planvaardigheden of het leren controleren van je eigen handelen. En daarnaast proberen we ook voldoende aandacht te hebben voor de partner, want ook de executieve problemen, zoals net benoemd, zijn ook van invloed op het leven van de partner. Ja, als de patiënt moeite heeft met plannen en met initiatief nemen, dan komt het vaak op de partner aan om veel structuur te bieden in activiteiten en ook in handelingen. En ook is het zo dat patiënten soms moeite krijgen met het herkennen van of het aflezen van de gezichtsuitdrukking, met het herkennen van de emotionele toestand van de ander, of het inschatten van iemands bedoelingen. Dat kan soms moeilijker worden bij patiënten. En dat is dan ook vaak van invloed op de relatie tussen patiënt en partner. En ook hier kan een neuropsycholoog advies ingeven. Door samen met de patiënt en de partner uit te zoeken van wat zijn nou de gevolgen van de ziekte op de patiënt, op de partner, maar ook op de relatie tussen beiden.
En dan kan de neuropsycholoog daarin adviseren hoe daarmee om te gaan. Die zich die kunnen helpen bij op het moment dat je cognitieve problemen hebt. Hè. De neuroloog of verpleegkundige kan voorlichting geven, een psycholoog kan ondersteunen, een ergotherapeut kan ondersteunen. Wanneer ga je naar wie toe? Hoe zit dat in Git? Ja, ik denk dat wat Karen ook al aangaf, van de neuropsycholoog kan natuurlijk heel goed de. Echt kijken naar wat zijn de cognitieve capaciteiten van iemand. Hè? Wat zijn de functies die zijn aangedaan? Wat zijn misschien sterke functies? En daar dus dan ook gericht een advies op geven. En een ergotherapeut kijkt meer naar hoe gebruik je, of die zijn eigenlijk experts in, hoe gebruik je cognitie in je dagelijkse activiteiten? En dat is net even wat anders en ik denk dat het elkaar heel goed aanvult. Omdat je op het moment dat jij in een testsituatie zit, dan is het eigenlijk heel gecontroleerd. En kun je dus heel goed kijken naar precies die processen in het brein. Op het moment dat jij in een dagelijkse activiteit zit, heb je te maken met de emotie die je hebt bij die activiteit of die situatie. Of je vermoeid bent of niet, of de omgeving druk is of niet, of het een routineactiviteit is of een nieuwe activiteit. Dus er zijn heel veel factoren die invloed hebben. En ergotherapeuten zijn dan op zich wel goed om echt te kijken naar dat uitpluizen van welke factoren spelen nu een rol. En dan heb je dus echt over de, wat wij noemen, de toegepaste cognitie. En ik denk dat dat juist, als je nadenkt over wat zou goed zijn om het echt goed in kaart te brengen. Dat je enerzijds wil van wat zijn iemands capaciteiten, cognitieve capaciteiten. Hoe kan iemand dat gebruiken in zijn dagelijks leven en welke klachten ervaart iemand? En je ziet dus ook wel dat als je het neuropsychologische onderzoek bekijkt, dat dat zich niet altijd één op één vertaalt naar de klachten die iemand ervaart of wat je observeert in een activiteit. En dat kan beide kanten opgaan. Soms denk je, verwacht je uit het onderzoek van, nou, iemand zal wel veel problemen hebben en dan valt het eigenlijk wel mee. En ook andersom, hè, dat je juist meer klachten hebt dan wat je zou verwachten op basis van het onderzoek. Dus juist, ik denk eigenlijk die aanvullende waarde. Het neuropsychologische onderzoek is helaas niet heel breed toegankelijk, dat is nog wel een punt. Niet iedereen kan er gebruik van maken. Nee, maar er zijn wel bepaalde indicaties. Bijvoorbeeld voor een DBS ingreep is het eigenlijk al het standaard dat ze een neuropsychologisch onderzoek ook afnemen, omdat het onderdeel is van de indicatiestelling. Dus, maar het is niet standaard dat iedereen met Parkinson een keer een neuropsychologisch onderzoek krijgt. Nee, ik denk dat de eerste screening kan eigenlijk gebeuren door de neuroloog, ja, door Parkinson-verpleegkundigen, specialist oudergeneeskunde, die kunnen een eerste screening doen. Ja. En als je echt een nauwkeurige beeld wil krijgen van de onderliggende capaciteiten, of die functies, dan kan er een indicatie zijn voor een neuropsychologisch onderzoek. Ja. Ja. En als het meer is van de toepassing en activiteiten, dan kan het ook prima zijn om dat aanvullend te laten doen door de ergotherapeut. In een revalidatiesetting heb je vaak die combinatie, want daar zijn neuropsychologen vaak onderdeel van het team. Het is ook een capaciteitspunt. Ja. Ja. En je vertelde over wat de ergotherapeut kan doen, hè? Dus die kan mensen helpen om bepaalde handelingen waar cognitie heel belangrijk in is, om dat te verbeteren. En daar heb je ook een filmpje van meegenomen. Zullen we daar even naar kijken? Van een collega. Ja, van een collega. Je bent hier opgenomen bij ons in het verpleeghuis met gevallen. En je moest weer trainen met goed staan, goed lopen. En met de ergotherapie doen we ook altijd iets wat in de betekenisvolle context zit. En voor jou was dat koffie zetten. Ja. Hè? En je was altijd gewend om met een Senseo koffie te zetten. Ja. Maar hoe ging dat in het begin, toen we dat voor de eerst deden? Het was enorm moeilijk. Ja. Vooral datgene waar je... waar jij overslaan. Ja, je ging dingen overslaan, hè? Ja. Dus uiteindelijk kwam er geen koffie uit de Senseo. Nee. Nee? Nee, je wist ook niet dat er zoveel dingen
bij kwamen kijken. Ja, hè, want het is niet alleen maar voor dat apparaat staan en je handen bewegen. Maar er moet een heel plan in je hoofd zitten. Ja. Om de goede stapjes te kunnen doen. Ja. En bij het goede einde te komen. Ja. Ja. En toen? Wat hebben we toen gedaan? Nou, toen werden wij eerst een stappenplan gemaakt. Ja. Ja, en elke stap voor stap gefotografeerd. Een foto van gemaakt, ja. En toen, hoe ging dat? Nou, dat ging eigenlijk wel goed. Dat ging elke keer beter, hè? Ja. En uiteindelijk... Zonder foto's, ja, helemaal weer koffie kunnen zetten. Ja. Ja. Blij mee? Heel goed. En mag u eerst de stappen maken? Mag u eerst de stappen maken? En een stap. En terug. En nog een stap. En midden in de rollator gaan staan. Ja, kijk. Water. Kopje. Kopje. Is die op? Kan hij eronder? Dan moeten we hem aanzetten. Ja. En dan wachten we hem tot hij rood wordt. Misschien, Ingrid, kun je daar toch een korte toelichting op geven, wat hier nou gebeurt, zeg maar, in de video? Ja, nou, je ziet dat ze, wat een ergotherapeut normaal doet, is dat ze echt eerst een observatie zal doen, hè, van hoe iemand dus functioneert in de activiteit en daar het kernprobleem uithaalt. Want vaak spelen er veel meer dingen een rol, maar je probeert de kern eruit te halen. En dat was bij deze meneer dus dan dat die stappen op de juiste volgorde weten en herinneren en uitvoeren. En dan zoek je eigenlijk naar een manier waarop die instructie en strategie het beste weer aangeleerd kan worden, zodat hij die activiteit weer kan uitvoeren. Nou, bij deze meneer was blijkbaar de inschatting dat hij dat wel zou kunnen leren weer, op het moment dat hij dus echt die systematische training krijgt. En je zoekt dus ook echt uit met de persoon, wat is dan een passende instructie? En voor hem was het nodig om letterlijk de foto's te kunnen zien van de verschillende stappen. Een pictogram of zo zou waarschijnlijk niet voldoende hebben aangeslagen bij hem. Dus hij heeft die foto's, concrete foto's nodig en hij had het ook echt nodig om het om te slaan en niet om het op één vel te hebben of in tekst of zo, maar echt om te slaan zodat hij het stap voor stap echt kon uitvoeren. Ja, een ander heeft weer iets anders nodig, hè? Dus dat is afhankelijk. Ja, dit is echt een voorbeeld van hoe zijn probleem van deze manier opgelost kan worden met ergotherapie, maar dat is zeker niet voor iedereen. Nee, kijk, dit was voor deze meneer het kernprobleem en de manier waarop hij dat kan verbeteren. Ja. Kijk, de dingen die jij benoemt in je werk, et cetera, dat zijn veel meer processen die er wat boven hangen. Hè? Dan heb je ook een ander soort aanpak wat je kan gebruiken. En daarnaast heb je ook mensen die toch ook die strategie niet echt meer kunnen leren. En dan kun je echt gaan kijken van hoe kan ik de activiteit zelf makkelijker maken, cognitief gezien. Of hoe kun je de omgeving zo inrichten dat, of de naasten zo instrueren dat er een stukje begeleiding is. Dus daar zit heel veel variatie in mogelijkheden eigenlijk in je behandeling. Ja. Een ergotherapeut begint altijd met het probleem goed in kaart brengen, van wat speelt nu het probleem. Hè? Dus als jij inderdaad in een vergadering, als het ware, de boot mist of het niet helemaal pakt, dan kan je met een ergotherapeut kijken hoe komt het nou en op welke manier. Ja. Zou je dat kunnen voorkomen? Ik ken mezelf niet in het filmpje. Nee, dat is natuurlijk voor jou heel anders. Dat is ook weer confronterend. Je zegt, dat is toch een volgende stadium op een gegeven moment waar je in komt. Maar ik heb inderdaad andere behoeften en dat soort zaken. En mijn ervaring eventjes is vaak wel dat de protocollen toch gericht zijn op de oudere zaken. Dat men ook
op oudere spiegels zal ik zeggen, terwijl mijn behoefte op een andere manier is. Ja. Op een andere... Ja, het zou niet moeten, hè? Nee. Ik bedoel, als het goed is, zou een ergotherapeut in ieder geval wel kijken naar wat is voor jou het belangrijkste probleem en wat past dan? Ja, wat past dan in de aanpak? Ja, ja en Lucille, want Mark zegt dat is mijn voorland dit. Maar kun je dat zo zeggen? Of is dat... Nee, absoluut niet. Dus nee dat ieder individu, iedere Parkinson-patiënt is weer anders en de progressie is ook weer anders. Bas Bloem zei gisteren, er zijn 7 miljoen, heb ik het dan goed onthouden? Ja, klopt. Ja. Verschillende Parkinson-patiënten. Dus ja, zo mag je het niet mee naar huis nemen. Ik heb het gevoel dat het wordt gezien als ouderdomsziekte. Terwijl natuurlijk heel veel jongeren, en dan wordt ook het beeld van het ouderdomsziekte, wordt bij de jongere generatie afgespiegeld. Omdat de behoefte vaak heel anders is. Ja, dat is het beeld wat ik wel bij jongere Parkinson-patiënten herken, zal ik maar zeggen. Ja, er is steeds meer aandacht wel voor de jongere patiënten. Maar, en die behoefte is inderdaad wat je zegt anders. Ik denk dat jij wellicht meer behoefte hebt aan een neuropsycholoog die jou helpt in hoe jij met vergadertechniek of hoe jij in je sociale netwerk je kan bewegen. Terwijl voor deze meneer is zo heel doelgerichte behandeling in een dagopvang, denk ik, veel passender. Maar juist in de gezinssituatie kun je weer goed blijven functioneren. Ja. Want heel veel hebben nog thuiswonende kinderen. Ik zie steeds jongere mannen, zal ik maar zeggen, en vrouwen die Parkinson hebben. Ja. En hoe, die zitten in een gezinssituatie, hoe ga je daarmee om met elkaar? Ja, dat is ook een beetje wat jij zei, hè? Van de cognitie heeft op elke leeftijd weer een andere impact. Zeg maar, hè? Ja. Als je jong bent, heeft het een andere impact dan wanneer je ouder bent. Ja. Maar het heeft altijd een impact. Jazeker. Kijk, en de ergotherapeut in dit geval was het dan in een dagbehandeling. Dat was de behandelcontext. Maar op het moment dat jij in je werkzame leven zit, zou je eigenlijk in die werksituatie echt moeten meedenken en meekijken. Dus dat is inderdaad verschillend. Ja, en wat jij net nog zei in de voorbespreking, Ingrid, er zou eigenlijk een hele mooie interactie moeten zijn tussen een neuropsycholoog en een ergotherapeut. Hè? Dat ze elkaar met elkaar een behandelplan zouden opstellen. Dat is natuurlijk de ideale situatie. Maar En echt op maat, hè? Dus op het moment dat je jong bent, andere problemen hebt, dan moet je ook op maat zorg krijgen. En net noemde je ook nog iets heel moois, hè? Want jullie hebben contacten met jonge Parkinson-patiënten en jullie geven elkaar ook instructies. Hè? Dus het stukje erkenning en elkaar tips geven kan ook heel erg waardevol zijn. Ik zit zelf bij een wandelclubje. Het laatste zijn niet meer vaak bij elkaar komen. Dan gaan jonge Parkinson-patiënten, onder de 70 zal ik zeggen, wandelen met elkaar. Ja. En dan heb je het vaak over onderwerpen waar je met andere mensen niet over kunt praten. Mm-hmm. Ja. En dan krijg je toch een stuk herkenning, zal ik maar zeggen. Want, dat hebben wij ook. Ja. Ja. Of heb ik ook dan. Ja. Ja. Er zijn een aantal vragen binnengekomen, of er is een aantal vragen binnengekomen van jullie. En die wil ik aan jullie voorleggen. Mijn vrouw heeft Parkinson, kan hierdoor dementie ontstaan? Is het? Ja, helaas wel. Ja. En de belangrijkste risicofactoren zijn met name de leeftijd. Dus hoe ouder jij bent als je Parkinson krijgt, hoe meer kans. Maar ja, dat geldt voor ons allemaal helaas ook. Dus ja, iedereen die ouder wordt, heeft een hoog risico op dementie. Ja, ja dus het antwoord is inderdaad ja, dat kan. Maar ik heb ook al wel begrepen dat Parkinson-dementie ook alweer niet vergelijkbaar is, bijvoorbeeld met de ziekte van Alzheimer of een andere dementie. Nee, het is echt een ander soort dementie inderdaad. Ja. Hè, waarbij de Alzheimer-dementie, die heeft met name het geheugen, hè, het korte termijn geheugen, de taal die is aangetast. Soms de oriëntatie gaat bij de Parkinson, met name om die executieve functies. Dus wat Karin net vertelde, planning, organisatie, schakelen en de informatieverwerkingssnelheid. Ja. Dat zijn de twee belangrijkste aspecten bij de Parkinson-dementie. Maar ja, hoe verder een dementie vordert, hoe meer andere cognitieve functies ook aangetast kunnen worden. Maar veel belangrijker is denk ik om het te proberen te voorkomen. Ja, ja. Nee, en nog een vraag van Henk. Is er dan ook een relatie tussen op het moment dat je nu cognitieve klachten hebt, dat dan de kans op dementie groter wordt? Of kun je dat zo niet zeggen? Nee. Zeg maar de klachten die Mark vertelde, die hoor je bij heel veel beginnende Parkinson-patiënten terug. En dat is niet per definitie een indicatie dat je straks dementerend wordt. Met name uiteindelijk hoe langer je de ziekte hebt. Maar wat we bijvoorbeeld ook weten is dat de tremor-dominante vorm van Parkinson,
dat hij minder kans heeft op cognitieve achteruitgang en dus op zo'n dementie. Ja. Ankie vraagt, ik heb cognitieve problemen als slechte concentratie, snel afgeleid zijn en dan snel vergeten, wat ik ook weer van plan was. Ook vergeet ik soms woorden. En de neuroloog heeft mij rivastigmine pleisters voorgeschreven. Kan ik hier iets van verwachten? Ja. Ja, goede vraag. En daar komt Bas straks in zijn filmpje ook nog even op terug. Ja. Maar het is volgens de richtlijn is het wel, als je moeite hebt met, met je denkfuncties, is er een indicatie inderdaad voor rivastigmine. Ja. Maar het effect zijn niet de gouden bergen. Dus je kan er wel iets van verwachten, maar het zijn hele kleine effecten. Ja. Ja, dus ik denk meer dat je meer baat kan hebben bij een behandeling van bijvoorbeeld een ergotherapeut, dat die echt met jou een dagelijks leven gaat kijken, waar loop je tegenaan, hoe kan je dat nou aanpassen? Ja, ja en dat, want het is ook een vraag van Nikita, hoe komt het dat levodopa helemaal niet goed werkt voor cognitieve problemen? Ja. Blijkbaar werken die medicijnen toch niet zo goed voor dit soort problemen? Nee, voor dit soort problemen werken ze soms een klein beetje, je kan soms wat sneller worden, wat alerter. Ja. Maar voor die echte hele complexe denktaken, wat cognitie is, werkt gewoon niet zo heel goed inderdaad. Nee, nee. En dan val je weer meer terug op de paramedische hulp inderdaad. Ja. Ja, dus dopamine is maar één aspect natuurlijk in die hele cognitie. Er zijn met name acetylcholine is heel erg belangrijk, maar ook andere neurotransmitters. Dus ja, dopamine. Het is natuurlijk een heel complex systeem. Ja. Ja, en we weten daar het fijne ook nog niet helemaal van. Nee. Maar ik denk wat ook belangrijk is, wat ik ook nog mee wilde geven vandaag, is check ook andere zaken. Hè? Want vaak wat mensen soms vertellen in de spreekkamer, het gaat soms dagen heel goed en dan weer dagen wat minder goed. En dan kan je soms ook bijvoorbeeld met een ergotherapeut weer eens kijken van hoe kan het nou dat het de ene dag wel goed gaat en de andere dag niet. Heb je dan iets in je structuur anders gedaan? En ik kijk bijvoorbeeld heel erg naar vermoeidheid, naar slaapstoornissen. Want vermoeidheid heeft een enorme impact op jouw cognitie, op jouw informatiesnelheid. Als wij, dat ken je zelf ook wel. Als je een nacht slecht hebt geslapen, ben je gewoon minder scherp. Ja. En dat hakt er bij een Parkinson-patiënt extra in. Ja. En soms kunnen stemmingstoornissen, die ook niet onderkend zijn, ook effect hebben op het denkvermogen. Dus dat zijn twee dingen waar wij in de spreekkamer en ook de Parkinson-verpleegkundige aandacht voor moeten hebben. Ja. Misschien goed, want jij noemde net al even de blog van Bas. Het is leuk om ook even naar de blog van Bas te kijken. Er is in de wereld van de Parkinson terecht heel veel aandacht voor het trainen van lichamelijke vaardigheden. Denk daarbij aan looptraining door een fysiotherapeut, het ondersteunen van de handvaardigheid door een ergotherapeut, het verbeteren van de spraak door een logopedist. Waar eigenlijk nog veel minder aandacht voor is, is het trainen van je cognitieve vaardigheden. En met cognitieve vaardigheden bedoel ik de denkfuncties. Parkinson stond vroeger bekend als een puur lichamelijke ziekte. Nou, we weten dat dat helemaal niet klopt. We weten dat bij veel mensen in meer of mindere mate het denken ook wel degelijk, ik zeg altijd, roestiger kan worden. Dat kan zelfs al een heel vroeg symptoom zijn. En wat we daar vaak mee bedoelen is het logisch overzicht, het plannen, het organiseren, dubbeltaken, de snelheid van denken, die nemen allemaal wat af. En dat geldt niet voor iedereen, maar veel mensen zullen merken dat in de loop van de ziekte daar toch veranderingen optreden. En dat zijn typisch symptomen die het in ieder geval op de dopaminerge medicatie, de levodopa bijvoorbeeld of de dopamine-agonisten, soms een beetje kunnen doen, maar vaak toch niet heel spectaculair. Er zijn ook wel medicijnen die speciaal bedoeld zijn om het denken te verbeteren. Denk dan aan de zogenaamde cholinesterase-remmers, die ooit ontwikkeld zijn voor de ziekte van Alzheimer, maar die ook bij mensen met Parkinson soms kunnen helpen om het denken een beetje vlotter te maken. Ook daar meestal niet heel spectaculaire effecten. Dus de vraag is ook, wat kun je zelf doen als mens, persoon met Parkinson om dat te trainen? En daar begint wel een beetje bewijs voor te komen. De Engelsen hebben wel die mooie term use it or lose it. Gebruik je brein of anders lever je functies in. Dus het geestelijk actief blijven is waarschijnlijk nuttig om je denkfuncties ook beter te behouden. En dat betekent bijvoorbeeld bridgen
of gesprekken aanknopen, of in ieder geval geestelijk actief blijven, puzzelen, daag jezelf uit en prikkel je. En we hebben zelf ook bijgedragen aan onderzoek samen met de Universiteit van Maastricht, proefschrift van George van der Weijer, wat binnenkort gaat verschijnen, onderzoek waar ook dokter Mark Kuijf bij betrokken was, waarbij we dat trainen van je brein meer gegamificeerd hebben. We hebben dat door daar een spel van te maken, het wat aantrekkelijker gemaakt, wat uitdagender, waardoor mensen het beter volhouden. En dat was een hele interessante game die ook precies die functies van je hersens trainde, die wat roestiger waren. Dus die game testte bij het begin verschillende type denkfuncties, bijvoorbeeld je geheugen of je vermogen tot plannen of je aandacht of je oriëntatie. En dat wat roestig was, werd dan relatief meer getraind door die game. En we hebben een onderzoek daarmee gedaan en hoewel dat een relatief klein onderzoek was, waren de eerste aanwijzingen positief. Dus we hebben steeds meer het gevoel dat, net zoals je lichamelijke vaardigheden kunt trainen, dat ook het trainen van je geestelijke vermogens mogelijk is. Probeer dat leuk te maken. Net zoals je sporten leuk moet houden om het vol te houden, zo moet je het trainen van je denkvermogens ook leuk houden. Dus varieer het, wissel het af. Lukt het jezelf niet om dat te bedenken? Praat dan bijvoorbeeld met je Parkinson-verpleegkundige, met je neuroloog of misschien met de huisdokter over hoe je in ieder geval bijvoorbeeld samen met anderen je denkfuncties kunt blijven trainen. Niks doen is in ieder geval niet goed. Advies van Bas. Om ook use it or lose it, dus om ook echt actief te zijn. Wat ik me nou de hele tijd afvraag, er staat een papegaai bij jou in, Git. Ja, waarom mooi, staat hij daar? Nou, dit is, jij noemde al heel mooi van je hebt zelf je omweggetjes, hè, dat omdenken, of je hebt je omwegen gevonden en je leert dan ook, hè, je praat er met anderen over en dan doe je ideeën op. Ja. We zijn momenteel bezig met een heel mooi onderzoek en dat is eigenlijk voor en door mensen met Parkinson die ook cognitieve obstakels tegenkomen in hun dagelijks leven. En het doel is eigenlijk om al die omwegen die mensen zelf bedenken bij hun cognitieve obstakels te verzamelen. En wat er dan vervolgens gebeurt, is dat met al die verzamelde omwegen, dat gaat de onderzoeker, dat is Marina Noordegraaf, die gaat dat omzetten naar een zelfhulptool. En dat wordt dan eigenlijk weer teruggegeven aan de mensen van hè, wat ze ook echt kunnen gebruiken om inspiratie op te doen in omwegen. Dus nou ja, het beeldmerk van de studie is de papegaai, want we bootsen na, zeg maar. Dus zij had mij deze mascotte gegeven als omweggetje om niet te vergeten, om dat zeker te benoemen. Deze week is de vragenlijst, er zitten verschillende delen in het onderzoek. En nu is het vragenlijst waarin we zoveel mogelijk mensen willen vragen die dit tegenkomen en ook de naaste eigenlijk. Er is een aparte vragenlijst voor. Om die vragenlijst in te vullen, zodat we echt zoveel mogelijk verzamelen van welke obstakels komen mensen tegen en wat voor omwegen hebben ze zelf eigenlijk bedacht om in te zetten. En met omwegen bedoel je dan een soort oplossingen? Precies, ja. Ja. En hoe kunnen mensen die vragenlijst invullen? Nou, hij staat, ik zag dat hij vandaag in een nieuwsbrief van de Parkinson-vereniging zat. Oh ja. Hij is via Parkinson Next. Ook op Parkinson Next staat het project. Op de website en dan kun je, van Parkinson Next? Precies, daar kun je hem ook. Dus ik denk ook dat we dat zo op de uitzending zullen laten zien. Dus de website van Parkinson Next en de nieuwsbrief van de Parkinson Vereniging. Ja, daar zit ook weer de link in. Je gaat iedere keer weer naar Parkinson Next. Dus dat Mooi. Dus, een oproep aan iedereen. Om die vragenlijst in te vullen. Ja. Mooi studie. Ja, daar kunnen anderen weer van profiteren. Dus om dat te delen. Kun jij een omweggetje noemen die jij gebruikt? Nou, ik heb ook met korte termijn geheugen is ook af en toe lastig. Dus als ik bij de bakker sta en zet mijn fiets op slot, dan vergeet ik altijd waar ik mijn sleuteltje heb gelaten. Dus ik heb nou aangeleerd om altijd in de rechter achterzak te doen. Oké, dus het is gewoon een soort strategie om te voorkomen dat je het vergeet. Ja. 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 Ja, en bewust opslaan, dingen opslaan. Dus als ik echt een bakkoord aanmaak bijvoorbeeld, dan moet ik echt bewust zeggen, ik moet het in mijn geheugen opslaan, dan vergeet ik het niet meer. Maar op het moment dat ik dat niet doe, ben ik hem ook gelijk binnen 1 minuut vergeten. Ja, dat is een voorbeeld van een omweg. Ja, mooi. Wat Bas in de vlog ook zei, use it or lose it, dus zet het aan. En
Hebben jullie daar voorbeelden van hoe je dat zou kunnen doen? Wat, op welke manier? Want hij noemde puzzelen. Maar ik kan me voorstellen dat je ook nog andere ideeën hebt over. Geef je wel eens adviezen daarover? Ik vind juist die ideeën die mensen zelf verzinnen heel erg leuk. Hè. Zo vertelde een patiënt me van de week dat hij met een aantal andere patiënten een theaterstuk aan het maken is. Dus ik kreeg een uitnodiging toegestuurd. Dus ik denk dat dat een ultieme manier om je brein om te zetten om iets nieuws te doen. Hè? Want het zijn allemaal geen acteurs. Nee. Dus doe iets wat nieuw is. En doe iets buiten je comfortzone. Ja. En doe het vaak. Hè? Dus het is die zenuwcellen worden aangemaakt als je iets nieuws doet. Hè? Dat doe je door bewegen, maar ook doe dingen die je leuk vindt. En kan ook gewoon een nieuwe hobby zijn. Ja. Of met andere mensen iets samen juist doen. Juist met andere mensen. En dan krijg je ook weer positieve energie van. Hè? Dat is ook gewoon goed. Maar het kan ook bijvoorbeeld geïntegreerd zijn in bewegen. Dus bijvoorbeeld danstherapie. Boksen is een heel mooi voorbeeld. Hè? En dan heb je ook samen die sociale interactie. Ja, nee, want het klinkt in dat boksen alsof dat alleen maar fysiek is. Maar je bent natuurlijk ook met je denken zeker, bezig. Ja, want je moet die box moet je ontwijken. Dus het is, bewegen is zoveel meer dan alleen maar spierkrachttrainingen. Ja, daar zit heel veel cognitie ook in. En vooral als je het dan ook nog samen doet met anderen, dan kan het heel waardevol zijn. Ja, en ik merk al, of ik hoor altijd van patiënten van dat ze elkaar dan ook weer tegenkomen op groepstherapieën. Ja, en daar ontstaan hele mooie initiatieven uit. Ja. Ja, dus ik zou dat ook heel erg mee willen geven. Heb jij nog een tip naar mensen? Op welke manier je cognitie zo goed mogelijk kunt houden? Ja, ik denk inderdaad voldoende actief blijven. De dingen blijven doen. En niet te snel, zeg maar, de taken die cognitief wat lastiger zijn, zeg maar, overlaten aan de ander. Hè? Dan heb je het bijvoorbeeld over administratie of... weet je, dat soort dingen, het plannen van een vakantie of zo, hè? Dat is cognitief wat lastig, hè? Dat is wat uitdagender, maar dat je daar wel bij betrokken blijft, hè? Maar dat je kijkt van hoe kan ik dat dan doen, hè? Misschien moet ik dat in stapjes doen, maar je blijft het wel dan actief in je brein. Ja. Er valt nog heel veel te zeggen over cognitie, maar we lopen al over de tijd heen. Dus misschien Mark, aan jou, wat zou je... de kijkers nog mee willen geven aan het eind van deze uitzending. Over je grenzen, zal ik zeggen. Af en toe loop je tegen je grenzen aan, maar je moet af en toe over de grenzen heen gaan, om te weten dat je een grens hebt. Ja, dat is een beetje die comfortzone. Ja. Je moet niet accepteren dat er een grens is, zomaar accepteren dat er een grens is. Ja. Dus dat doe ik niet. Ik wil dat is wel een hele mooie quote. Ja. Dus een beetje niet te ver over je grens gaan, maar je weet pas wel je grens opzoeken. Ja. Als het op een gegeven moment misgaat, dat je weer op bed moet liggen, dat je even knock-out gaat, dan weet je dat het een grens was. Ja. Ja, dus op zoek gaan naar die grens. En er niet te ver overheen, maar wel... af en toe moet schuren. Beetje af en toe raken. Moet schuren, ja. Dat is een mooi advies. En, ik denk, we kunnen hier nog heel veel over zeggen. Er kwam ook een vraag binnen van Ankie over emotie en cognitie. En nu is het zo dat de volgende uitzending, 24 september, na de zomer, gaat over emotie. Dus die vraag bewaren we tot dan. Dus Ankie, kijk dan weer. Dan proberen we die vraag te beantwoorden. Ik wil jullie heel hartelijk danken voor jullie inbreng, openheid, mooi gesprek weer. Ik wil jullie ook bedanken voor het kijken. Ik wens jullie een hele goede avond, een goede zomerperiode. En ik hoop jullie na de zomer weer terug te zien via deze weg. Dank jullie wel. Dag. En ik ben onderzoeker in het Radboud Museum, waar ik werk aan de Stepwise-studie, een onderzoek naar bewegen bij mensen met de ziekte van Parkinson. Bewegen is ontzettend belangrijk voor iedereen en al helemaal voor mensen met de ziekte van Parkinson. Maar toch is het langdurig onderhouden van een actieve leefstijl ontzettend moeilijk. Daartoe hebben we het afgelopen jaar samen met mensen met Parkinson een speciale app ontwikkeld die mensen stimuleert om meer te bewegen in het dagelijks leven, meer stappen te zetten. Dit doen we middels de Stepwise-app. In deze Stepwise-studie willen we onderzoeken of de Stepwise-app daadwerkelijk kan motiveren om meer stappen te zetten gedurende 1 jaar lang. Daartoe delen we deelnemers in verschillende groepen die allemaal gemotiveerd worden om verschillende hoeveelheden meer te gaan bewegen. Deelname houdt in dat u voor 2 bezoeken naar het Radboud UMC komt, aan het begin en nadat u de app
één jaar lang heeft gebruikt. In de tussentijd meten we continu met uw eigen telefoon hoe actief u bent en stimuleren we u dus om meer stappen te gaan zetten. We zijn op zoek naar 450 deelnemers die over beschikking hebben over een eigen smartphone en die zelfstandig kunnen lopen. Meer informatie kunt u vinden op de projectpagina van parkinsonx.nl. Het zou hartstikke leuk zijn als u mee zou willen doen aan dit belangrijke, interessante wetenschappelijke onderzoeksproject.